De Hoogstraat vannacht rond 2:30. Een flits en dan een enorme knal. Bij de sneakerwinkel ontstaat brand aan de gevel. Het was hier op straat eigenlijk, want de buurman boven heeft water gehaald om het voor zijn deel weg te krijgen. Ik zat ineens naast mijn bed en ik denk, ik ga kijken en toen zie ik een brand hier zo. En heb ik 112 gebeld. En in één keer een keiharde klap en ik dacht in eerste instantie, welke gek zit er nou vuurwerk af te steken op zondagnacht. Dus ik ben blij dat mijn ramen er nog in zitten. Maar het glas van de voordeur van de sneakerwinkel ligt er wel uit. De eigenaar weet ook niet wat hem overkomt. Hij zou dinsdag open gaan. Ja, klopt. Alles stond klaar. Er was een viering zaterdag van de winkel. En uiteindelijk gebeurde dit. En waardoor het komt, heb ik ook geen idee. Misschien jaloezie. Je weet nooit wat mensen willen doen. Dus ik heb echt geen idee. Ik werk hartstikke hard voor mijn geld. En ja, we moeten gewoon positief vooruitkijken en zorgen dat we gewoon doorgaan. En dat gaan we zeker ook doen. Op camerabeelden van een buurtbewoner is te zien hoe twee jongens op kleine elektrische fietsjes door de straat gaan. De politie onderzoekt of de twee iets te maken hebben met de explosie. Ondertussen is het voor de buurtbewoners en de burgemeester bijkomen van de schrik. En wat komt er dichtbij, al deze dingen die wij verwachten in Rotterdam, Amsterdam? Sowieso al een tijd aan het achteruit gaan qua veiligheid in het centrum van Vlaardingen. Nee, en ik heb het hartstikke naar mijn zin hier, maar ja, dat wordt dan wel minder. Het voelt heel onveilig, het maakt herrie, mensen worden er wakker van, maar worden ook ongerust over de gevolgen die dat kan hebben. Een soort kopiëren van elkaar, daar lijkt nu wel sprake van te zijn. Ik prijs me wel gelukkig dat de politie dit soort acties bovenop de agenda heeft staan als het gaat om opsporing en ook heel wat daders al weet in te rekenen.